We staan hier in het watersportcentrum Het Bastion. En dat is eigenlijk een nieuwe plek gerealiseerd door de gemeente waarin vijf watersportverenigingen, waaronder wij Focas, huis gaan nemen. En waarom hebben jullie besloten om naar een nieuwe locatie toe te gaan? Onze vorige locatie was te klein. En ook Rijkswaterstaat zag ons op het Baas-Waalkanaal te veel gevaren met ook de scheepvaart die langs ging. Dus die zeker scheepvaart die vermeerderde ook de afgelopen tijd. Dus ze zagen ons graag roeien op een plek waar we geen vrachtverkeer naast onze boten hebben. We zijn al bijna 30 jaar op zoek naar iets nieuws. En toen het project Ruimte van de Rivier ontstond en hier de Spiegelwaal werd gegraven, kwam ook bij meerdere mensen, ook bij de gemeente, bij de universiteit, maar ook bij ons het idee op van hey, dan kun je hier misschien ook watersporten. En dat is nou allemaal gaan rollen en een lang verhaal kort, daardoor zijn we hier terecht gekomen. Maar zonder ruimte voor de rivieren was hier nooit water geweest waar je kon watersporten. Dus daar is wel echt het begin gelegd. Het onderkomen is een stuk groter geworden. Daar zijn de leden maar wat trots op. We staan nu in onze botenloods. Eigenlijk deel 2 van onze botenloods. Hier liggen de boten waar je met z'n vieren in roeit. En als naar rechts, daar staat nog onze overige boten. Waar je met z'n 8 in roeit, met z'n in je eentje en met z'n 2'en. We gaan met 5 verenigingen in het pand. We hebben hier komt de reddingsbrigade. Hier rechts komt de kanovereniging, de Batavier. En daarachter komt Aeolus, de studenten windsurfvereniging. En daar komt de studenten zeilvereniging, de Loefpijter. Dit is onze binnenbak. Dit is eigenlijk perfect bedoeld om op het droge te roeien. Je zit hier in het midden en dan kan je oefenen. Dit is onze sociëteit, onze kantine. Eigenlijk spreekt het redelijk voor zich. We hebben hier de bar. En om die hoek hebben we de DJ-booth voor de muziek, natuurlijk heel belangrijk voor de borrels. Dit is onze nieuwe keuken. Het is eigenlijk gewoon een horecakeuken waar we vanaf half augustus, begin september gaan we hier 2 keer per week met z'n allen eten. Ja, we zijn heel tevreden. We hadden in de vorige loods boten in het plafond hangen en katrolsysteem. En elke vierkante meter was gebruikt. En hier hebben we gewoon ook ruimte om te draaien en nog verder te groeien als dat gaat lukken.